Vandaag is het de grote Annie Palmen actie. Om een straat voor Annie Palmen wie te krijgen. Wie kent Annie Palmen niet? Nou, dat bedoel ik maar even. En wie is Annie Palmen? Annie Palmen is deelnemster uit Eurovisie Songfestival 1963. En als u dit verhaaltje niet geloven wilt, vraag die veer dan zelf een keertje na. Een vrouw die 9 talen sprak en ook plaatjes maakte in 9 talen. Nou, 9 talen sprak, ze zong in 9 talen. Oh, ze zong in 9 talen. Ze zong in 9 talen. Zing eens 1 liedje. Ik zal jou nooit, nooit, nooit meer vergeten. Nou, ja, jij kent hem niet. Nee, wie kent Annie Palmen niet? Nou, ik kende hem dus niet. Jij bent van een andere generatie. Allemaal van Annie Palmen, hè, dit dan. We hebben heel veel leuke mooie straten in Beverwijk, maar ik mis toch de Annie Palmenstraat. Net zoals er ook mensen zijn die zeggen, Rita Hovink was ook een Beverwijkse, die missen we ook. Dus ik vind toch wel dat we onze Beverwijkse artiesten even meer moeten gaan promoten, meer moeten gaan eren. En dan dacht ik van nou, 60 jaar Songfestival, een Beverwijkse die daaraan mee heeft gedaan, dat is voor mij de reden geweest om te zeggen, we gaan Annie Palmen eens even flink in het zonnetje zetten. Ik doe het allemaal zo netjes mogelijk. Ik zet de gemeente weet op zich nog van niks. Ik zoek nou alleen steunbetuigingen. Dus dit sprookje is waar.